De gescheiden vader die dinsdagmiddag zwaaiend met een mes bij basisschool Van Kleffens in Heerenveen werd neergeschoten door de politie, is later op de dag overgebracht naar het UMCG in Groningen. Eerder op de dag had de 40-jarige man al zijn huis in Zwagerbos in brand gestoken. Hij reed in zwaar overspannen toestand naar Heerenveen, waar hij de dokterspraktijk waar zijn ex-vrouw werkt binnenging. Omdat zij er niet was, reed hij met hoge snelheid naar de school van de kinderen. Buren in Zwagersbos hadden de politie al gewaarschuwd dat de man volledig doordraaide. De politie stuurde alle eenheden naar de woning, het werkadres van de ex-vrouw en de school van de kinderen. Toen de overspannen vader bij de school aankwam, werd hij daar door de politie opgewacht. Alle ramen en deuren van de school waren uit voorzorg afgesloten. De met een mes zwaaiende man was niet voor reden vatbaar. Na waarschuwingen werd er 3 maal gericht op de man geschoten. Hij werd in zijn arm en been geraakt en zakte in elkaar. Vervolgens probeerde hij zichzelf nog van het leven te beroven door zich met het mes in de buik te steken. Door de man met pepperspray te bedwelmen wisten de agenten dit te voorkomen. Het mes werd in beslag genomen.